Dien, goedenavond. Jullie hebben gisteravond met 6-0 gewonnen van Aruba. Vandaag zou eigenlijk Canada gespeeld moeten worden tegen Cayman Island. Wedstrijd niet doorgegaan. Ik weet dat je niet tevreden bent. Je bent nooit tevreden. Wat is je reactie met betrekking tot die wedstrijd zelf? Zoals je zelf zegt, ik ben natuurlijk niet helemaal tevreden. We mogen wel tevreden zijn met de kansen die we hebben gecreëerd. En het samenspel was weer een stuk beter dan tegen Cayman Islands. Het was heel creatief bij vlagen. En het veldspel was verzorgd. Achterin waren we gewoon solid, dus dat was geen probleem. Alleen was het jammer dat we niet meer hebben gescoord. Ja. Je zou makkelijk de dubbele cijfers gehaald kunnen hebben. Als we de kans hebben gemist. Ja, zeker weten. Wat doe je daaraan, Dien? Ja, wat kan je eraan doen? Aan de ene kant ben ik blij, als ik achteraf ga bekijken, dat we die kans hebben gecreëerd. Dat betekent dat we kwaliteiten hebben om op posities te komen, dat we kunnen scoren. En aan de andere kant, ja, je kan mensen niet op dit moment nog leren hoe ze die bal in het net moeten schieten. Vleiter was, die heeft het normaal wel, maar hij was een beetje ongelukkig in zijn afronding. En dat was jammer voor hem. En daarnaast hebben nog meer spelers makkelijke kansen in principe gemist. Waardoor we te weinig hebben gescoord in principe. Ja. Hoe was het om tegenover Stanley te staan als tegenstander? Ja, nou ja, het is business. Okay. Stanley is de bondscoach van Aruba. En ik van Suriname. Ik weet dat Stanley een Surinaams hart heeft. Maar op dat moment kijk ik niet naar de persoon, dan kijk ik naar de tegenstander. En de tegenstander is Aruba. Dus voor mij was het gewoon business as usual. We moesten winnen. En dan kijk je naar het team waar je tegenover speelt. Die wedstrijd is vandaag niet doorgegaan tussen Cayman Island en de ploeg van Canada. Morgen wordt die wedstrijd gespeeld. Gaan jullie die wedstrijd zien? Of gaan jullie naar die wedstrijd kijken? Ja, we gaan wel naar die wedstrijd kijken. Alleen, we wilden vandaag gaan. Dat was afgesproken. Maar morgen vertrekken we. Dus jammer genoeg kunnen we niet naar de wedstrijd toe. Maar we gaan kijken of we hem wel op tv kunnen bekijken. Okay. Een andere vraag die gesteld is geworden. Onze uitshirt is rood. Maar gisteren hebben we toch in de thuisshirt gespeeld. Waarom? Je laat twee shirtjes zien. Twee stelletjes. In de technical meeting. En dan de FIFA match commissioner, die bepaalt welk shirt je moet aandoen, welk tenue. Die bepaalt welk tenue de keeper aandoet en die bepaalt welk tenue het team aandoet. En zij hebben bepaald dat wij in wit moeten, omdat zij een donker kleur hadden en dan moeten wij in wit spelen. Okay. Dus het ligt niet aan ons, het ligt aan de match commissioner. Ja, want de vraag werd gesteld van ja, waarom niet in ons uitshirt? En ja. Ja, die ziet er heel mooi uit. En we wilden het zelf ook, om eerlijk te zijn hoor. Maar het is al de tweede keer dat het is gebeurd. Want het is zelf ook nog een keer gebeurd bij ons thuis. De vorige thuiswedstrijd. Hadden we hetzelfde probleem. Want we wilden toen in rood spelen. De 12e man was toen ook rood. Heel stadion moest in rood komen. En toen heeft de match commissioner ook bepaald. We moeten in wit. Tot slot. 2 gespeeld, 2 gewonnen. Wat verder nu? Nu bouwen we naar de twee belangrijkste wedstrijden die gaan komen in de groep. En dat zijn natuurlijk Bermuda en Canada. Waar Canada natuurlijk de allerbelangrijkste is. En we hebben gelukkig een periode waar we weliswaar kunnen trainen voor die wedstrijd. En die week gaat heel belangrijk zijn om ons voor te bereiden voor die wedstrijden.